deze beschouwing, die is naar aanleiding van een vraag die ik kreeg van iemand die vaker luistert naar mijn kanaal. En die stuurde een artikel waarin melding werd gemaakt van een grootschalige fraude ergens in Duitsland met cytostatica. En dat zijn medicijnen die worden verstrekt aan mensen met een diagnose kanker. En er was mee gesjoemeld. Het ging om heel erg veel geld. Wat men eraan verdiend had. Op een illegale manier dus. En deze man die vroeg mij: van, Goh, zou je een keer daar een beschouwing over willen houden? Over de gezondheidsindustrie en die... farmaceuten. Hij schreef farmaceuten met een S. Ik denk dat dat een taalgrap was. Een zoonhuis. Ja, ik denk dat veel mensen... Uh, heden ten dagen zich bewust zijn van het feit... dat er iets niet klopt... met onze gezondheidszorg... Ik ben een van die mensen. En het is moeilijk om er kritisch op te zijn, omdat mensen zijn natuurlijk gehecht aan het leven, gehecht aan hun gezondheid. En ja. ze willen geloven in het feit dat een arts uh, het beste voor heeft met de patiënt. Maar je moet er niet aan twijfelen en dat soort dingen. En er zijn natuurlijk artsen die... Ja, die zijn volledig te goede trouw. Hè. En er zijn uh, behandelingen door de artsen en gezondheidszorg... de industrie, als je dat zo wil noemen. En die werken hartstikke goed. Ik heb het uh, syndroom van Dupuytren en het houdt in dat ik in mijn handen, vooral in mijn linkerhand heb ik het, en dan vooral bij de pink, daar begint spontaan uh, weefsel te groeien, en dat, dat zorgt voor een verkleving van spierweefsel en pezen aan de opperhuid vast, aan de huid vast, en dan trekken je, je vingers krom. Ja, dat is verder niet te stoppen of zo. Ja, er zijn geen, geen pilletjes voor. Ze weet ook niet hoe het komt. De ene mens heeft het en de andere niet. Nou, en ik heb het ja, twee jaar geleden of zo, ik, zag, ik merkte ik het aan mijn pink dat er iets niet goed was. En toen het pijn begon te doen, dat was dit jaar, toen ben ik naar de arts gegaan. En die zei: Oh, dat is dupuis Waarom ben je niet eerder gekomen? En ik zo: Ja. <laughs> ja, ha, ha, ha. Het was echt al behoorlijk ver gevorderd. Nou, toen ben ik geopereerd door een plastisch chirurg. Die operatie, zonder van te kijken, een uur of zo was ik uh, nokkie-nokkie hoor. Plaatselijk verdoofd. Maar... Zo, dat was echt een, echt een operatie in overdrachtelijke zin. Er waren heel wat mensen bij betrokken. En goed verzorgd moet ik zeggen. Dat was een ziekenhuis in. Niet Westervoort, maar iets verder. Duiven of zo. Duiven, ja. Geweldig aardige mensen. Fijne atmosfeer. Alleen het internet deed het niet. Maar ja. Om daar nou over te zeuren. Ik zei dat ook nog tegen zo'n zo verpleger. Want die zei: van nou, dan kan je hier wel even. En dan uh, uh, ja, heb je een boekje meegenomen of zo? Dat had ik dus niet. Had ja, ik het geweten had, had ik mijn laptop meegenomen. Ik moest nogal behoorlijk lang wachten. Dat is normaal hoor. Dat... Maar dat hadden ze niet echt zo met zoveel woorden doorgegeven. En dan zeiden ze, nou dat is niet erg, dan kan jij, uh, hier kan je tv kijken. Dan zei ik, ja, ik kijk geen tv, daar word ik echt ziek van. Ja, zei ze zeiden, maar zit ook internet op? Dan dacht ik denk, oh, dan denk, nou, kan ik gaan schaken. Maar die deed het niet. Want toen heeft die verpleger nog even geprobeerd om toch het internet aan de praat te krijgen, maar, uh, en ik zei dan tegen haar: "Jij, ja, is een proxy error. Er dus staat ergens een proxy verkeerd ingesteld. Zou dus moet je dat maar zeggen als je dan ja, die company belt, moet je zeggen: de proxy uh, staat niet goed. Goed. Dat is eigenlijk het enige. Oh ja, en de koffie was een beetje lauw. Nou, het gaat." Voor de rest echt geweldig behandeld. En vakkundig hoor. Mijn pink die. Ja, is behoorlijk te gazen genomen. Maar. Hij is. punt één, hij staat weer recht. Ik moet wel nog elke dag oefeningen doen. Nou, en ik heb natuurlijk littekenweefsel. Dat is logisch. Ik heb ook een kleine huidtransplantatie erbij gekregen. Dat moest ook. En ik moet niet vergeten de oefeningen te doen elke dag en ik kan weer typen met die pink. Kijk, maar dat is fijn. Gitaarspelers zou denk ik nou ja, misschien kleine dingetjes. Kan die pink ook bij gebruiken. Kijk, voor die operatie inclusief alles en met de ontvangst en de begeleiding en, en alles. Supervriendelijk eh uh, uh, echt op tijd. Nou ja, ze waren wel wat te laat, maar hallo. Ik, het was als ik het druk, man. Gebeurt altijd wel wat hoor. Nee, niets dan lof. En ik ben goed geholpen. Ja. Uh, als ik het heb over de gezondheidszorg, dan wil ik echt een uitzondering maken voor bepaalde gevallen. Hmm. Ik sprak vandaag een vriend en die zit in een hospitium. Dat dus betekent een soort uh, eindstation van het leven. En hij heeft altijd dan een beetje gesukkeld met zijn gezondheid. Hij heeft een of andere erfelijke aandoening. Nou, dat is heel vervelend voor hem. En nou heeft hij leukemie gekregen, niet zo lang geleden. Nou, dat houdt in dat je zelf geen witte bloedlichaampjes meer aanmaakt, niet of nauwelijks. En dat is redelijk gevaarlijk, want dat maakt je heel kwetsbaar voor infecties. Nou had hij een infectie gekregen in zijn dunne darm, dikke darm, iets in zijn darm. Dat hoorde ik vandaag dus, hè? En toen ging het slecht met hem, jongens. Zo. Dus toen hebben ze hem overgeplaatst naar dat hospitium in de gedachte van, nou, dat red je niet, die vent die gaat dood binnenkort. Dat dacht hij zelf ook. Maar toen hebben ze hem antibioticum gegeven. En dat hielp als een tierenlier. En toen hij mij vandaag belde. Nou, klonk hij hartstikke vrolijk. en zijn stem helemaal helder. En nou. Ja, zei hij. Ik ga me nou in een afvragen. wat ik zo dadelijk ga doen. als ik toch niet doodga. Blijf ik dan hetzelfde doen wat ik altijd gedaan heb? Of denk ik. Dat ik het leven nu zo waardeer dat ik weer iets heel anders ga doen. Dat ik, of dat ik nu met zoveel. Ja, het was zeg maar alsof die meer alsof hij wijzer was geworden. Hè? Blijf ik hetzelfde doen als wat ik deed? Of ja, ben ik wijzer geworden en ga ik wat anders doen. Nou, goede, goede gedachte. Vond ik. Hè? En leuk om van hem te horen dat het zoveel beter ging. En dan, dan kan ik er gelijk bij zeggen: antibioticum. Of antibiotica, het is een verzameling. Hè? Dat werkt. Het is niet zaligmakend. En het werkt. En dan heb ik dus twee dingen benoemd. Uh, dus ...ingrijpen in het geval dat je zoiets hebt als de ziekte van Dupuytren. Zeg maar, plastische chirurgie, nou, dat werkt als een tierenlier. Antibiotica, dat werkt als een tierenlier. En dan heb je het, denk ik, gehad. Ja, als je gebroken been hebt, dan kunnen ze je been zetten. en nou, Dat werkt als een tierenlier. Dat doen ze echt heel kundig... Een vriend van mij die uh, heeft zijn enkel gebroken. Nou, dat hebben ze gezet. En een plaatje staal erop. En een bouten erin. Uh, ja, hij loopt weer gewoon in de rond, hoor. Dat soort dingen gaan heel goed. Maar neem nou iets als kanker. Er is nog steeds een discussie over wat kanker is. Is kanker nou een op hol geslagen groep cellen die als maloten lopen te vermenigvuldigen, geen reet uitvoeren ten bate van het lichaam, maar wel uh, ja, zuurstof en voedingsmiddelen verbruiken? Het zijn een soort meeetercellen, -eter, mee die dus niet bijdragen aan het welzijn van het lichaam. Dat is, een, dat is zo wat een kanker benoemd. Wildgroei dat ook wel. En dan vraagt men zich dus af hoe dat nou kan ontstaan. Er is een theorie geweest. In het begin van de jaren tachtig, eind jaren zeventig, dat kanker zouden worden veroorzaakt door een virus. En dan niet een gewoon virus, waar je bijvoorbeeld griep van krijgt, een griepvirus. Maar dat het wordt veroorzaakt door een retrovirus. Dus, Hoe uh, het precies zit, weet ik niet. Maar. Dat woord was retrovirus. En die retrovirussen die zouden dan kanker veroorzaken. was de gedachte. Heel veel geld aan uitgegeven. Niks uitgekomen. Toen kwam er eind jaar. Nee, wanneer was het? Begin jaren tachtig. kwam die aankondiging van die man. Hoe weet je nog weer? En je had dus als slogan: we found. Ik typ het nou even tegelijkertijd in. Hè? The probable. Weet je nou wat het is? The probable cause of. <laughs> Aids is dat. Die woordkeus is uh, geweldig. Ja, 23 april 1984 dat was een persconferentie in Washington D.C. En... daar was uh, Margaret... Heckler... die was staatssecretaris... secretary, ik denk... staatssecretaris of health... and human services. En die kondigde dan aan... dat Paul Gallo... en zijn... medewerkers, die hadden... een virus ontdekt dat... mogelijk... De oorzaak is van AIDS. En dat virus, dat is een retrovirus. Dus ze konden dus niet aantonen dat die retrovirus kanker veroorzaakten. En toen hebben ze het over een andere boeg gegooid. En toen hebben ze gezegd: Nou, de AIDS -te komt ervan. Nou. Heeft die Margaret Heckler met die Gallo gezegd dat het hier ging om de probable cause of AIDS? De mogelijke oorzaak. De mogelijke oorzaak is niet gelijk de oorzaak. Of wel? Dat woordje probable, dat, dat is daar, daar is goed over nagedacht. Het ging over de mogelijke oorzaak van AIDS. Nou, hoe kom je er nou achter of het de werkelijke oorzaak is? <laughs> dat is niet zo moeilijk, hoor. ik geef je even een paar seconden de tijd om erover na te denken. Nou, om erachter te komen dat het de werkelijke oorzaak is, moet je... Nou, daar zou ik geen mensen voor nemen, want ik denk dat dat niet mag. Maar dan moet je gaan werken met, met proefdieren. Of je werkt met weefsel. Kan ook. Nou, je moet een experiment doen. En dan heb je... Euh, euh, laten we uitgaan dat het met weefsel kan. Laten we zeggen dat het met weefsel kan. Dan is het niet zo morbide. Nou, dan neem je weefsel. En dat uh, mix je heel goed. Dat, je niet, uh, dat echt goed door elkaar zit, allemaal dat weefsel. En dan deel je het in tweeën. En van die ene kant doe je. Uh, heb je. Nou, die ene kant is dus links of zo. Daar doe je verder niks mee. En rechts, eh, die, die hoeveelheid weefsel. Daar doe je dan het AIDS-virus bij. Maar die linkerkant is niet. Hmm. En dat herhaal je een aantal keren, dat experiment met steeds nieuw weefsel, wat je weer keurig in tweeën deelt. De ene helft doe je niks mee, de andere helft geef je dat virus. En dat herhaal je dan tien keer, twintig keer, dertig keer, veertig keer. En dan ga je kijken of er iets ontstaat. Nou. En als er alleen maar aids ontstaat in de monsters waar dat HIV aan toe is gevoegd, dan, dan heb je niet de probable cause, dan heb je de cause te pakken. Want dan kan je het aantonen, van kijk, het is identiek weefsel. Als je er niets mee doet, gebeurt er niks. En als je er HIV bij doet, dan krijg je AIDS. Dus geen HIV, geen AIDS, wel HIV, AIDS. Klaar, daar ben je erachter. Dat experiment. Dat hebben ze nooit gedaan. Grappig, hè? En mijn tante. Dat is de oudste zus van mijn vader. die heeft gewerkt in de medische industrie. Maar als medisch analist. En die heeft ook gewerkt aan het AIDS-onderzoek... en die zei nog een keer tegen mij, ergens in de jaren negentig... zei ze, nou, dat AIDS-virus... dan heb je het helemaal voor mekaar... en dan loop je met zo'n reageerbuis naar het andere laboratorium toe... en dan één keer aangekomen in het andere laboratorium... kan je dat niet meer aantonen... Het is kapot voordat je het weet. Nou, dat was dus het probleem. Want hoe kom je aan AIDS-virus? Ja, dus je, je, dus, je hebt dus weefsel, even in het geval dan, hè. we gaan uit van weefsel, anders is het zo morbide. Hè? Maar je hebt dus weefsel, en nou, dan moet je dus de ene helft, daar doe je helemaal niks mee. En die andere helft, daar moet dus HIV-virus bij. Ja, hoe kom je aan het HIV-virus? Dan moet je dus kweken. Nou, en mijn tante die zei van... Nou, uh, dat virus, dat, uh, je hoeft maar te niezen en het is al uh, weg. En dan kan je dan het jouwe van denken van wat er nou precies aan de hand was. Dus of uh, mijn tante heeft af en toe gedacht: van nou, de, de, ik heb HIV. Terwijl ze helemaal niet, dat er dus hef helemaal niet bestaat. Maar af en toe doe je een proef en dan zegt die proef: ja hoor, hier zit hef in. Nou ja, en dan denk je: oh hé, er zit hef in. Nou, dan ga je dan lopen naar het andere laboratorium om daar dan iets mee te gaan doen. En dan doe je, daar, doe je het experiment nog een keer en dan deze keer uh, krijg je de waarde nul. En dan denk je, oh, de bek is kennelijk kwijtgeraakt. Ja, dat is maar de vraag. Misschien zat het er helemaal nooit in. En dat je de ene keer uh, dat die plus zei, dat die bliep zei, was dat de vergissing? Dat kan je ook denken. Anyway, het HIV-virus is nooit gekweekt. En als je het niet kweekt, ja, hoe kan je dan weten of het aids veroorzaakt? Het feit dat je in een patiënt die aids heeft, HIV aantreft, dat zegt niks. Dat kan heel goed zo zijn dat iemand die aids heeft, dat, die, dat het afweersysteem, dat is het nu een keer zo, dat het, zo heet die ziekte namelijk, Acquired Immune Deficiency Syndrome, opgelopen deficientie aan het afweersysteem. Dat is dus niet genetisch bepaald, maar je hebt het in één keer gekregen. Ja, dan is het afweersysteem van een mens dus niet helemaal tof. Ja, en dan kan er zich van alles gaan nestelen in zo'n mens. Ja, dus ook HIV. ha. -ha, -ha. Dus het feit dat er HIV zit, wil niet zeggen dat het door het HIV komt. Nou, en de relatie tussen HIV en AIDS is niet aangetoond. Er is een film uh, op het internet, kan je die vinden? En dan weten die ook alweer. Ik heb hem toen. Uh, ik weet niet of ik hem nou zo snel kan vinden. Op mijn website, daar, daar staat die link. Het was dan iets met. Anyway, het is een film waarbij. Het is een Amerikaanse documentaire film. In Amerika gemaakt. En, en dan gaan ze dus op zoek naar de bewijzen. dat HIV aids veroorzaakt. En dan gaan ze doktoren en zo interviewen. Nou, die doktoren die beginnen te stotteren en te stamelen. Die komen er helemaal niet uit. Dus net als met CO2 en het stijgen van de, van de globale temperatuur. Dat Piet zegt dat Kees het altijd zei. En dat Kees zegt ja, dat heb ik van Herman. En Herman zegt ja, ik heb het van Piet. Ja. F ze verwijzen allemaal naar elkaar en niemand heeft het experiment gedaan. Toen ik het ook aan mijn tante een keer vroeg: van, uh, hoe zit het eigenlijk met die relatie tussen HIV en aids?, zei mijn tante: Ja, moet je luisteren, er zijn erg duizenden onderzoeken uitgevoerd op dat terrein. Dus ga me niet vertellen dat het uh, verband er helemaal niet is. Want anders waren er geen duizenden onderzoeken gedaan. Ja, maar het feit dat je duizenden onderzoeken doet, daarmee heb je niet aangetoond dat het verband bestaat. Je hebt alleen maar aangetoond dat je duizenden onderzoeken heb gedaan. En met die onderzoeken, ja, daar wordt er gewoon heel wat geld mee verdiend. Er zijn nogal wat uh, wetenschappers in Amerika. En ja, die leven van die onderzoeken. En als er dan in een jaar geen subsidies komen, ja, dan raken ze hun baan kwijt. Serieus, dan staan ze op straat. Dus het is voor die mensen van levensbelang dat er nieuw onderzoek komt. En er is ook een club en die vindt het een geweldig idee dat er een nieuwe ziekte is die ongeneeslijk is en daar kunnen ze enorm alarm over gaan lopen brullen. Want you believe me dat aan het hele aids verhaal is ontzettend veel verdiend. En de, de laatste tijd hoor je er niks meer over hè? Vreemd hè? En wat mij ook... Erg, uh, dat vond ik bijzonder frappant. Er was een lezing die werd gegeven door een Duitse man. En helaas ben ik die link helemaal kwijt. En die had het over dat in de concentratiekampen tijdens de Tweede Wereldoorlog. toen werden daar experimenten gedaan op mensen met pillen. En een van de stoffen die ze daar uh, gegeven hebben aan mensen, dat waren stoffen met drie stikstofatomen erin. En koolstof. Nou, de combinatie van koolstof en stikstof, dat kennen wij van het begrip cyanide. Dat is ook koolstof en stikstof. Waterstofcyanide, dat is een gas. Dat noemen wij blauwzuur. Waterstofcyanide is het gas overigens wat ook in cyclon B zat. Nou, en daar hadden ze een organische verbinding. En die man die die, die die lezing gaf, die liet dus zien hoe die verbinding eruit zag. En daarin hadden ze dus heel kunstig drie stikstofatomen in een cirkeltje weten te knutselen. En daaromheen allemaal koolstof. En dan zei ja, dit middeltje, dat hebben ze losgelaten op de bevolking. Of bevol ja, bevolking moet je noemen. Van Auschwitz en uh, hoe heet al die andere. Bergen-Belsen, uh, Theresienstadt. Uh, zeg het maar. Noem ze alle vijftig. En die man die beweerde dat ze in die dagen geconstateerd hadden dat die mensen die dat middel slikten, dat die hele verschillende, hele vage klachten kregen. Echt van alles en nog wat. Je kon niet vertellen wat ze zouden gaan mankeren. Het enige wat je wist, was dat ze wat zouden gaan mankeren. Dat middeltje was kennelijk zo enorm toxisch. En ja, je ging er niet dood aan, maar je kreeg ziektes. Nou zei hij. En wat blijkt nou? Precies die structuur met die drie stikstofatomen. Misschien dat ik het nog kan vinden. Die vind je terug in dat middeltje AZT. Kijk hoor, chemische chemical. Ik heb het niet voorbereid hoor. Dus chemical formula AZT. Ik gok het nu maar even. Ja, er zit stikstof in. Het is acidotimidina. Vijf stikstof. En dan dacht ik dus dat. die stikstofatomen. Ja. Ja, ja, verheb, ja, ja, dat klopt. Of, ja. Ja, goed Daar heb ik me dus goed herinnerd. Dat zidofu, zidofudine, dat is azidotimidine, AZT, dat is tegen retrovirussen. Nou, dat retrovirus is dat HIV, ja. Daar zitten die drie stikstofatomen aan elkaar geknoopt. aan. Ja, dat is AZT. Moet je nagaan, hè. ze hadden dus dat middeltje in. Zegt die Duitser dan, hè? En ik ben dat linkje kwijt. Hè? Die Duitser die zei: kijk, dit. Ze hebben die bevolking van die concentratiekampen gebruikt om daar experimenten mee te, op te doen. Nou, dat geloof je natuurlijk onmiddellijk. Waarom zouden ze dat niet doen? Omdat die mensen zo moreel waren? Tuurlijk niet. Dus ze hebben die bevolking gebruikt... om daar chemische experimenten op uit te voeren. Toen hebben ze geconstateerd dat er dus een stofje was. En als je dat aan mensen geeft... dan gaan ze van alles bankeren daarna... en er is geen pijl op te trekken. Hele vage klachten krijgen ze. Ze krijgen van van alles en nog wat last. En 50 jaar later, in de jaren 90... gaan mensen datzelfde stofje vrijwillig... Innemen. En dan zei hij: Dit is de hele grap. Ze hadden die chemische formule, die hebben ze al die jaren in de kast aangehouden. Ze konden er niks mee. Want ja, hoe ga je nou een middeltje waarvan je alleen maar weet dat het allerlei kwalen opwekt? Waar moet je ermee? Ja, maar als je nou een ziekte hebt waarvoor geldt dat je er allerlei kwalen van krijgt. En dan kan je dat middeltje mooi geven. Want het feit dat dat middeltje allerlei kwalen veroorzaakt, ja, dat schuif ik op die ziekte. Ah, prima, maar zo slecht zijn mensen niet. Oh nee hoor. Tuurlijk wel. En hebben we hier nog die man, die, die was een Scandinaviër. Kritik. Aids Critic. En dan Scandinavian. Nee, Ik weet die man zijn naam niet meer. Maar hij komt wel. Hoe heette die man nou? Die man die heeft dus de boude uitspraak gedaan... Uh, dat het dan maar de vraag is? Waar meer mensen aan overleden zijn, namelijk aan Aids of aan AZT. Was je nou Zwees? Ik dacht Norwegian. Norwegian. Doctor, acht. Nee, dat is niet zo niet. die. Gaan we? Als je dan sweetie sweet sweet, sweet dokter. Ja, Sweet. Nee, ik kan hem niet vinden. Ja, ik kan niet alles onthouden. Hoor. En die man was reet uh, beroemd in zijn dagen. Hij leeft denk ik nog. Maar dat is dus maar de vraag. Hey, AIDS is een uitermate vage. Ja, het, is, het is iets heel vaags, want AIDS is niet een ziekte, het is een syndroom. Het, is een, het syndroom is duidelijk: mensen krijgen van alles, ze worden heel snel ziek, hun afweersysteem doet het niet goed. Dat, dat, is, dat was een syndroom. Nee, dat was koorts. Koorts is geen ziekte. Koorts is een syndroom. Je afweersysteem doet het niet. Dat is geen ziekte. Dat is een syndroom. En dat syndroom wordt dan, zeggen ze, veroorzaakt door HIV. Maar dat verband is niet aangetoond. Dat wordt aangenomen. En daar zit een ernstig probleem... Ik ken iemand en die, die slikte toen van die anti-HIV-medicatie. En op zijn hoofd daar ontwikkelden zich af en toe enorme bulten. Wat was dat nou? Het nou, zag er heel raar en een beetje eng zag het eruit. Ik heb wel eens heel voorzichtig geopperd. van ja, slik jij nog steeds die anti-HIV pillen? En is dat nou wel zo gezond? Waar komen die bulten op je hoofd vandaan? Ja, je hebt er niet zomaar een bult op je hoofd. En dan heb je het over een bult van een doorsnede van 2 à 3 centimeter. Een halve centimeter hoog. Echt een enorme bult. Man. Nou, daar wilde hij het dan verder niet over hebben. Nou. En op dat terrein weet ik echt een hele hoop verhalen van mensen die in behandeling zijn of in behandeling zijn geweest. En dat is helemaal niet positief. Ik heb een schoonvader gehad. Die man die kreeg een hartaanval. Nou, die heeft hij overleefd. Het was verder even paniek, maar voor de rest niks. En toen zei die arts: Ja, laten we toch maar gaan dotteren. En waarom eigenlijk? Hè? Iemand heeft een hartaanval, moet je dan nou gaan dotteren? Waarom? Nou, dat vond die arts nodig. Ging met die zo gedotterd in zijn benen. Nou, toen had die arts gezegd: van, Ja, dan gaan we van tevoren uh, spuiten we contrastvloeistof bij je in. Want dan kunnen we goed zien waar je aderen lopen. En dan gaan we met zo'n ballonnetje je aderen in. En dan gaan we. Dan, dan, dat noemen ze dotteren. Dan trekken ze die aderen los en dan komt dat cholesterol komt vrij. Lulululala. En mijn schoonvader zo, ja. Uh, contrastvloeistof. Ja, mijn broer. die was daar zwaar allergisch voor. En die werd het dan ook uh, geïnjecteerd met contrastvloeistof. En die kreeg een uh, anafylactische shock. Nou, mijn schoonvader kende dat woord niet. Maar dat kreeg hij dus. Dat is een, een anafylactische shock. Dat is dat je lichaam dus. denkt dat er een enorme bak gif naar binnen is. terwijl er op zich niet zoveel aan de hand is. Maar uh, het lichaam slaat dan in paniek, als het ware. Je afweersysteem slaat in paniek. Je komt in een shocktoestand. Niet geestelijk, maar lichamelijk. Een lichamelijke shock. En dan kan je, dat, dat kan dodelijk zijn. En toen heeft die, uh, die arts in kwestie die, heeft die angst van mijn schoonvader een beetje weggewuifd. Van ja, meneertje, meneertje. Hè? Ik ben hier de arts. En, uh, niet zo moeilijk doen, hè. Nou, toen heb ik hem donderdagavond samen met zijn vrouw en mijn vriendin hebben we hem naar het ziekenhuis gebracht. En vrijdagochtend zat ik bij een klant te vergaderen en toen werd ik gebeld door mijn vriendin met het bericht dat haar vader dood was. Hij had vlak na de injectie met het uh, contrastvloeistofmiddel een uh, was in zijn lichaam in een shock geraakt en hij was dood. Snap je? En daar ken ik echt een hele trits verhalen van. En daar bovenop. Kijk de gezondheidszorg. Dat was ooit een heel breed scala aan technieken of aandachtsterreinen, hè? bijvoorbeeld iriscopie en homeopathie en iatrosofie, ja, vrij veel uh, terreinen zou je kunnen zeggen, hè? dat is allemaal verdwenen. Dat is allemaal uh, van de markt af uh, gehaald. onder een mom dat het gaat om, in, om die gevallen dan net, dat het ging om kwakzalverij. Ik weet ook nog dat er toen een, een beroemde TV-presentatrice was, Sylvia Millekam, Die kreeg borstkankerdiagnose. En die wilde zich niet overgeven aan uh, iets van amputatie of zo. Hè? Maar die ging dan haar heil zoeken bij wat dan heet de alternatieve gezondheidszorg. En die is, uh, ja, die is toen overleden. En dat is, dat is een rel van getrapt, joh. En dan de personen in kwestie die daarbij betrokken waren. Die, nou, die dreigden ook nog voor het gerecht te komen. Ze hadden voor de rechter worden gedaagd. Nou. Kijk, mijn vader. Die had vage klachten. in 2008. Ergens in het voorjaar en was hij naar de huisarts gegaan. En die had gezegd: ja, Vage klachten, ja, daar weet ik ook verder niks van. Ga maar naar het ziekenhuis en laat maar bloed prikken en zo. Hè? En toen dachten ze wat gevonden te hebben. Namelijk, hij had uh, ruggenmergkanker. Mijn vader schrok zich helemaal kapot. En mijn tante, zijn zus, die zei tegen mij: dus van, ja, dat kan helemaal niet. Die komt uit het vak en die zegt: Ja, als je dat hebt, dan heb je ook daar en daar last van. En dat heeft hij helemaal niet. is dus die diagnose kan niet kloppen hoor. En inderdaad, na een tijdje moesten ze toegeven: Nee, het was geen ruggenmergkanker. Nou, mooi zo. Maar wat was het dan wel? Nou, toen kwamen ze met: uh, Het is de ziekte van Kran En mijn tante dan weer tegen mij, ja, dat kan helemaal niet. Want als je de ziekte van Crohn hebt, dan heb je ook daar last van en daar last van. En dat heeft hij helemaal niet. En inderdaad, een paar weken later, nee, het was niet de ziekte van Crohn. We hebben ons vergist. Hadden ze dus al twee keer een gokje gedaan, hè? En toen kwamen ze op het geniale plan om een foto te maken van zijn longen. En toen werd er gezegd, oh ja, we zien het al. Hé, hoe konden we daar nou overheen kijken? U heeft longkanker. Want er zat een verkleuring in zijn uh, rechter longkwap en dan de bovenste. Dus van hem uitgezien rechts. Niet waar zijn hart zit, maar aan de andere kant. Waar je drie kwabben hebt. Hè. Links heb je twee longkwabben en rechts heb je drie longkwabben. Nou, die bovenste longkwab aan zijn rechterkant, daar zat een verkleuring in. Op de foto dan. En dat betekent dat daar... Ja, er zit een soort van littekenachtig weefsel zo... En dat duidt dan op een ja, versclerotisering, dus een kanker, hè? Hm. ja, dat moeten we maar weg gaan halen. En mijn vader van, nou ja, oké, okay, het moet, dan moet het maar. Nou, ik ben de dag na de operatie ben ik bij hem langs gegaan. Of misschien was het. Dat hij s morgens geopereerd was. en dat ik s middags bij hem langs ging. Dat zou ook nog kunnen. Maar vlak na de operatie. was ik bij hem langs gegaan. En was hij redelijk aanspreekbaar. En toen ging ik terug naar huis. en die avond. heeft hij een, een collapse gehad. en toen belandde hij op de intensive care. En. Ja, er is hij in het kort gezegd. is hij daar niet meer van afgekomen. en is hij overleden. Aan een ziekenhuisbacterie-infectie. Ik durf te wedden dat zijn dood gekwalificeerd is als gestorven, overleden aan longkanker. Ik zeg dat hij overleden is aan een infectie met MRSA. Wie heeft er nou gelijk? Nee, ik zeg dat ik gelijk heb. Want toen mijn vader zich meldde voor die operatie... toen waren zijn vage klachten zo goed als voorbij. Dus kennelijk had hij een soort uh, voorjaarsdipje gehad of zo. Ja, toen kwam de zomer weer en dan ging het zonnetje weer lekker schijnen. En uh, ja, ach... Het ging allemaal wel weer. Dat had hij ook nog tegen die huisarts gezegd. Van nou, het gaat eigenlijk wel weer. Wat mij betreft uh, kennen we kappen. Loos alarm. Maar daar dachten die heren in die witte jas even anders over. Kijk, en komt dat in de krant? Nee, natuurlijk niet. De dood van mijn vader wordt even weggezet als uh, nou, loonkanker. Nou, weer iemand overleden aan longkanker. Zie je wel, je moet niet roken. Het is maar goed dat er een rookverbod komt in Nederland hoor. Want de vader van Perry is er ook een overleden aan het roken. Nee, mijn vader is niet overleden aan het roken, hij is overleden aan de ziekenhuisbacterie. En, ook nog heel uh, typerend. Ik was met mijn tante, dus die slimmerik, die chemische medisch analist. Ik was in het ziekenhuis. Mijn vader lag op de intensive care te roggelen en wij hadden een voortgangsgesprekje met de man die dan het hoofd is van de ICU, intensive care unit. En ik vraag aan die man van, um, want het, het ging aan het volgende. Toen mijn vader die foto's, aan, toen die foto's aantoonde dat er versclerotiseerd versteend is dat hè? een soort littekenachtig weefsel, uh, in zijn longen zat. Toen hadden ze natuurlijk een, een biopsie kunnen doen. Dat betekent dat je met een holle naald een stukje weefsel weghaalt. En dat je dat weefsel op kweek zet en dat je kijkt of het gaat om een snel groeiend weefsel... Of een langzaam groeiend weefsel. Is het snel groeiend, dan noem je dat malinje. En is het langzaam groeiend, dan noem je dat beninje. In de Volksmond heet dat kwaadaardig, dus malinje. Of goedaardig, beninje. Nou, als je dan een goedaardige kanker hebt, ja, het is natuurlijk jammer van die, van die longkwap. Maar ja, mijn vader hoeft niet meer mee te doen aan de Olympische Spelen hardlopen op de 400 meter. Die was toen 67, dus ja, nu je lichaam slijt met de jaren, dus wat maakt het dan verder uit? Kijk, een beninje kanker, dat slaat nergens op om dat te gaan lopen opereren. Maar ze hadden gezegd dat er geen tijd was om uh, nee, nog langer te wachten. Maar de vage klachten van mijn vader, die waren voorbij. Waarom was er geen tijd eigenlijk? Hè? Maar goed, er was dus geen tijd volgens de heren. Nou vroeg ik aan die arts van de ICU. Ik zeg. Uh, dat er geen tijd van tevoren was om te kijken of het beninje of malinje was, dat snap ik. Ik zeg, maar toen jullie geopereerd hebben, toen hebben jullie toch uh, dat weefsel op kweek gezet of niet? Toch? Dat lijkt me toch. Kijk, dan is je toch opengesneden. Je bent dat weefsel er aan het uithalen. Je gaat mij niet vertellen dat ze alles in de prullenmand gedonderd hebben. Nee, zei hij. Nee, natuurlijk. Ja, nee, dat is ook kweek gezet. Ik zei, oh ja, oh mooi zo. Hij zei, en wat was de uitslag? Ah, oh, dat wist hij niet. Nee, zei hij, dan, dan moet ik even naar mijn kantoor lopen. Ik zei, nou, oh, dat is goed. Mijn tante, die was ook uh, helemaal, die wist precies waar ik het over had. Mijn tante wilde ook graag weten wat is de uitslag? Als dat Beninje is, hebben ze mijn vader lopen opereren voor de kat. Ja, bijna vies woord gezegd. Voor Jan met de korte achternaam. En dan is hij voor een operatie die voor Jan met de korte achternaam was, ligt hij nou zo goed als op sterven. Dat lijkt mij medisch onachtzaam handelen ofzo. Wat vind jij vinden? Dus die arts voelde hem ook wel hangen. Die zei: nou, ik ga even in mijn, uh, in mijn archief kijken hoor. Nou, toen kwam hij terug. Toen riep hij vanaf de gang. Uh, nou, het was uh, Malinj hoor. En zonder ons gedachten te zeggen, op een fatsoenlijke manier. Uh, dat is dan dat je eventjes de wachtkamer, zo'n kamertje waar je met een koffieautomaatje kan het wel. Dat hij natuurlijk even naar binnen komt en zegt: 'Nou, heb je nog meer vragen? Of was dit alles? La la la. Nou, eh, fijn jullie gesproken te hebben. Ik hoop dat ik alles goed beantwoord heb en tot de volgende keer. En dan een handje geven. Nee, die Wapper... die riep naar ons over de gang dat het ging om een maligne want dat stond in het dossier. En hij zei tot ziens, en hij draaide zich om en liep weg. Ja, ik laat maar even een pauze vallen. Maar dit soort wanpraktijken die komen dus voor in de ziekenhuizen. Ik kan ze zo opdronen. En het is ook vastgesteld dat bij de mensen die zich vervoegen bij een ziekenhuis. dat slechts 20% daadwerkelijk met een goed doel voor ogen en in volle overtuiging behandeld kan worden. En dat in 80% van de gevallen er slechts iets geprobeerd wordt. Ja, laat het even op je inzinken. En nog even terug naar kanker. Kijk, wat is kanker? Ja. Ik heb het er net over gehad dat ze dus een theorie hadden dat het kanker een gevolg was van een infectie met een retrovirus. Nou, dat is nooit aangetoond. Bij mij weten dan, hè? Wat wel is aangetoond, is dat op carcinomen. Daar vindt men vaak schimmels. Oh. Dus moet je me even voorstellen, even visueel voorstellen? Denk aan een stuk, ja, stuk lichaamdingens. Nou, we uitgaan van, uh, zeg eens wat, de lever of zo. Huh? Stel je nou voor, dan heb je dus de lever en dan zit er op de lever een kankergezwel, een bult. En dan zit bovenop die bult, daar treffen ze heel vaak schimmel aan. En nu heb ik aan jou een vraag. De Westerse, en wordt ook wel genoemd de allopathische medische industrie, zegt: van ja, kijk, dat zit als volgt: je hebt die kankercellen. Die gaan dan groeien met z'n allen. Die vormen die bult. En in of op die bult, daar heeft het afweersysteem weinig effect. Dus daar kan een schimmel gaan groeien. Dus het carcinoom is, er als, is primair. En die schimmelvorming die is secundair. Dus de schimmelvorming op carcinomen bulten... Is het gevolg van die carcinomen. Een carcinoom is een duur woord voor een kankergezwel. Dat zeggen ze. Er zijn ook mensen. en die zeggen. als er. op lichaamsweefsel. een schimmel gaat groeien. om een of andere reden. dan. gaat het lichaam proberen om die schimmel oh ja om ruimte te creëren tussen het lichaam en die schimmel. Dus er komt een soort van uh, ja, soort littekenachtig weefsel wordt er gemaakt door het lichaam om die schimmel weg te duwen. Dit laatste klinkt mij net als die eerste. Het zijn allebei logische verklaringen. Het zou allebei kunnen. Want een schimmel scheidt... Uh, ja, die heeft dus uitscheidingsspullen. Uh, piesjes en poepjes, zeg maar. En het uitscheidingsgebeuren van een schimmel, het excrement... Dat... Uh, ja dat gebruiken ze bijvoorbeeld als antibioticum. Uh, antibioticum is het excrement van een of andere uh, van penicilline. Penicilline is een schimmel. Uh, komt, uh, penicilline is een uitscheidingsproduct van een uh, een of andere gist. Uh. En een gist en een schimmel dat ligt heel dicht bij elkaar. Uh. En die, uh, die middelen, die uh, schimmels uitscheiden. die worden. die zijn heel vaak toxisch. En die groep toxine. dat heet de aflatoxine. En onder de aflatoxine. bevinden zich de meest giftige toxines. die wij kennen. Dus zo'n schimmelkolonie. Uh, ergens in je lichaam. Uh, die. Uitscheidingsproducten, die excrementen, die zijn zwaar toxisch. Dat kunnen ze zijn. En het lichaam krijgt daar last van. En vormt dan, ja, leek heel aannemelijk. Dan komt er een soort eeltachtig weefsel, littekenachtig weefsel. Komt er dan onder die schimmelkolonie. En zo probeert het, eh, het lichaam dus die schimmelkolonie van zich af te duwen. Nou, als het nou niet zo is, maar het was zoals het. Zoals dus de alle paten denken: je hebt eerst dus dat, die groei van dat littekenweefsel. En dan daarbovenop komt die schimmel. Nou, dan haal je dat carcinoom haal je weg. En nou, dat lijkt dan een uh, goede aanpak van zaken. Maar als het nou eens andersom was. Als het nou eens zo was dat die schimmel daar zat. En dat het lichaam probeerde om die schimmel weg te duwen. En dan wordt die. Tussenlaag, tussen het lichaam en die schimmel. gezien. door de artsen. als een carcinoom. En ze gaan die bufferzone. tussen de schimmel. en het lichaam verwijderen. En dat doen ze dan met messen en toestanden. Dus ze verspreiden die schimmel ook nog een keer. Dan ben je van de regen in de druppeland. Snap je? En die tweede hypothese, eh, die dus inhoudt dat een carcinoom een natuurlijke reactie kan zijn van het lichaam op een schimmelinfectie, die hypothese wordt totaal niet in ogenschouw genomen in wat voor een medisch-westers handboek dan ook. Helemaal niet. En doktoren die hameren op uh, het gevaar van schimmels voor de mens, die worden in de regel weggezet als absolute maloten. Je had zo'n dokter Moereman in de jaren 60, jaren 70 met zijn Moereman-dieet. Die zei van je moet zuur gaan eten. Dat, 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 dat ging allemaal om die schimmels te bestrijden. Daar zat zaten gedachten achter. Nou, die dokter Moerman is weggezet als een idioot. En dan, en dan ga ik afsluiten. want zitten zit bijna op het uur. Kijk, filosofisch gesproken is het zo dat er een wil is. En er is één wil, en die ene en ondeelbare wil die creëert alles. Dit weten wij. Dit is niet een culturele overtuiging. Dit is waar. Dit is correct taalgebruik wat ik net bezigde. Er is één ondeelbare wil en die creëert alles. Van de sterren tot en met de goudvis. De, zeg maar. Alles wat je ziet. En die wil, die creëert ook de mens. Dus jij bent het product van de ene en ondeelbare wil. En die ene en ondeelbare wil, die manifesteert zich in jouw lichaam. En als jouw lichaam niet naar jouw wens is. Ja, hoe kan dat dan? Ja, dan ben je dus ziek. Ja, dan, dan ga je naar de dokter. Je gaat niet naar de dokter omdat je je zo goed voelt. Hè? Je gaat naar de dokter omdat je je niet goed voelt. Ja, dan is er iets aan de hand. Met de relatie tussen, nee, met de wil. De wil manifesteert zich niet goed. Die wil moet zich beter manifesteren. Zelfs een hele oude, dat verhaal van die wil, dat is helemaal uitgeschreven, dat is onwillekbaar. Daar kan je niks tegen doen. Echt niet. Dat kan je lekker vergeten. Uh, Immanuel Kant heeft in 1781 dat werk geschreven, de kritiek van de zuivere reden. Het heeft een storm aan protesten opgeleverd, maar niemand kon hem weerleggen, Tot op de dag van vandaag niet. Artis Schopenhauer heeft daar een schepje bovenop gedaan. En Friedrich Nietzsche heeft de bal helemaal in het doel getrapt. Nou, die drie grote jongens, dus Immanuel Kant, Artis Schopenhauer en Friedrich Nietzsche, die ga jij niet weer leggen, jongen. Dat kan niet. Al kom je met honderd man. Dus je hebt het te accepteren dat dat waar is. En dat is dus niet een idee, een cultuur, een mening of een wat dan ook. Dat is net zo waar als de uitspraak bij een rechthoekige driehoek is a kwadraat plus b kwadraat gelijk aan c kwadraat. Dat is ook niet een mening. Dat is zo. Nou, en dat geldt ook voor die wil. En als die dan pakken we helemaal het verleden erbij. Dan gaan we terug naar ongeveer 350 jaar. 300 tot 350 jaar voor onze jaartelling. Naar Griekenland. Daar had je toen een hele. Ja, Zo heerser. En, van een koninklijke familie. En die heette Alexander de Grote. Wereldberoemd, niet? He? Nou, Ale dus Alexander de Grote die had een privé-leraar. En die privé-leraar heette Aristoteles. De werken van Aristoteles, die hebben ze voor ons verborgen willen houden. Maar die waren ook beland in Arabië. En via de Arabieren hebben wij die werken weer in handen gekregen. Maar dat was eigenlijk de bedoeling niet. Dit is wat ik denk. Dit staat niet met zoveel woorden in de geschiedschrijving. Maar ik heb geen andere verklaring voor het feit. dat wij op de hoogte zijn van het werk van Aristoteles. doordat we van Arabieren de geschrift hebben gekregen. En niet van de Grieken. Rara, hoe kan dat? Nou, en Aristoteles. dat was de opvolger zeg maar van Plato en Plato was de opvolger van Socrates. Aristoteles heeft gezegd dat iemand die ziek is, die heeft een wil tot ziek zijn, en een dokter zijn taak is het om die wil tot ziek zijn bij de patiënt op te heffen. Ik kan nu niet meer verder gaan, maar het is heel interessant voor jou om dit nu even nou, slaat het even op. Hè. Dus Aristoteles, dat is geen dodo. Dat was de privé-leraar van Alexander de Grote. En Alexander de Grote, dat was de baas van Griekenland. En Griekenland was toen wat uh, Amerika nu is. Nou, meer nog, Amerika is een schoothondje van de paus. En in de tijd van uh, Aristoteles was er nog helemaal geen paus. Griekenland was toen je van het. Nou, en Immanuel Kant en Arthur Schopenhauer en Friedrich Nietzsche, dat zijn ook geen dodo's. Die hebben het ook over de wil. Nou, Immanuel Kant dan niet met zoveel woorden, maar het DAS van Immanuel Kant staat gelijk aan de wil waar Arthur Schopenhauer het over heeft. En dan geef ik je, en dat is het allerlaatste, hè, dan geef ik je nog even na te denken over het begrip Germaanse geneeskunde. Wat zegt dat het lichaam en de geest, dat, dat woord gebruiken ze denk ik, maar ik zou zeggen de wil. Hè, maar nee, de geest moet je denk ik zeggen, de geest. Hè, het lichaam en die geest van de mens dus. Als, als de geest niet lekker in elkaar zit, dan manifesteert zich dat in het lichaam. Dus je kan het lichaam genezen en daarmee de geest weer op het rechte pad brengen. En het werkt er ook de andere kant op. Denk er maar... Je mag er zelf over nadenken. Het lijkt me ook het allerbeste. Het lijkt me ook het allerbeste dat jij gaat beseffen. dat ons lichaam. dat is. Het is niet eens complex. Het is complex als je het wil ontleden in zijn delen. Maar eigenlijk is ons lichaam heel simpel. Snap je? Dat. Er wordt heel moeilijk over gedaan en dat ze er zo moeilijk over gaan doen, dan wordt het ook heel erg moeilijk. En dan krijg je uiteindelijk problemen waar je niet meer van bij komt. Mijn dochter die biechtte mij op dat ze 50 euro in de maand uitgeeft aan gezondheidstoestandmedicatie ellende Ze slikt melatonine. Bijvoorbeeld, nou ik ben er zwaar van overtuigd dat als zij nu bij mij in zou trekken, en die melatonine die slikt slik ze dan omdat ze slaapproblemen heeft, als zij bij mij intrekt, zijn die slaapproblemen in één keer voorbij. Verder, het lichaam is simpel namelijk. Nou, daar ga ik het een andere keer wel verder over hebben. Maar dit waren dan even nou, de dingen die ik dan zo kon ophoesten. Naar aanleiding van die vraag van een kijkraar over gezondheid. En gezondheidszorg. En de situatie is best zorgelijk. En het positieve wat ik te vertellen had. is dat het eigenlijk heel eenvoudig is. Want er is één ondeelbare wil. en die heeft jou gecreëerd. En je hond. En je buurvrouw. En die boom. En die goudvis. En dat vervelende buurmeisje. En Mark Rutte. En Jesse Klaver. Hm? Maar we zijn dus één in onze oorzaak. Dat is toch wel leuk dat de mensheid in de 18e en 19e eeuw. heeft aangetoond dat daar waar de Bijbel over gaat, of dat waar de Bijbel over gaat. die basis daarvan, hè? van in den beginne schiep God hemel en aarde. gewoon de eerste zin van uh, het eerste boek van Mozes. Ja, dus zo zit het dus. Je kan lullen wat je wil over de Bijbel, maar die eerste zin, die is, die, is, die, is, die is totaal onderbouwd. Want God is de wil. Wat in de Bijbel God wordt genoemd, dat noemt Immanuel Kant DAS. En dat noemt Arthur Schopenhauer de wil. En Nietzsche komt er dan fijn achteraan. Die zegt, ja, de wil is alleen maar een wil als je tot macht wil komen. En tot macht komt. Als je tot macht komt, dan kan je spreken van een wil. Een wil die niet tot macht komt, dat is een slapgeouwe hoer in de ruimte. Dat is Nietzsche. Heeft hij gelijk. Hè? En ik weet dat God aan de macht komt. Dat weet ik. Dat geloof ik. Dat weet ik. Dat kan niet anders. Nou... Wees gerust. En op zijn hamburgers zeg ik tegen jullie: Tjus. En dag lieverds.